Naar aanleiding van het in 2016 door de Rekenkamer gepubliceerde rapport over de salarisadministratie heeft de Rekenkamer een vervolgonderzoek verricht. Dit onderzoek bestaat uit twee delen. In deel 1 heeft de Rekenkamer onder meer onderzocht of de mutaties in de salarissen in het jaar 2019 rechtmatig, tijdig, juist en volledig zijn verwerkt. In deze video wordt een aantal van de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Van de gecontroleerde salarismutaties van totaal 17 miljoen gulden blijkt dat totaal 3 miljoen gulden rechtmatig, juist en tijdig is verwerkt. 7 miljoen gulden niet gecontroleerd kan worden, dus onzeker is. 7 miljoen gulden niet rechtmatig, juist en tijdig is verwerkt, dus fout is. De mutaties van totaal 3 miljoen gulden die juist zijn verwerkt, hebben betrekking op onder meer indiensttredingen en uitgekeerde waarnemingstoelagen. De mutaties van totaal 7 miljoen gulden konden niet gecontroleerd worden omdat de benodigde onderliggende documenten niet beschikbaar zijn. Deze mutaties hebben betrekking op onder andere uitgekeerde toelagen volgens artikel 9 en indiensttredingen middels arbeidsovereenkomsten. De mutaties van totaal 7 miljoen gulden die fout zijn verwerkt bestaan grotendeels uit de onrechtmatige betalingen in zaken overwerk tegen 150% en 200% van totaal 5 miljoen gulden. Dit komt niet overeen met de wet. Het structureel betalen van overwerk aan ambtenaren in schaal 10 en hoger voor een totaalbedrag van 0,6 miljoen gulden. En het niet tijdig stopzetten van toelagen of te veel betaalde toelagen van totaal 0,1 miljoen gulden. In het tweede deel zijn alle salarisgegevens over het jaar 2019 in de salarisadministratie onderzocht. Er is hierbij nagegaan of de volgende risico's van fouten zich hebben voorgedaan. Deze zijn overleden personeelsleden op de payroll, personen van 65 jaar of ouder, pensioengerechtigde leeftijd op de payroll, overwerk vergoeding tegen 150% en 200%, loonkomponenten niet conform wet en regelgeving, medewerkers komen dubbel voor of hebben geen ID-nummer, betalingen voor de datum van indiensttreding, betalingen na datum uit diensttreding, bedragen, dienstjaren of percentages niet conform wet en regelgeving. De Rekenkamer heeft onder meer geconstateerd dat er geen overleden personeelsleden op de payroll zijn, de grondslag van een aantal looncomponenten van totaal 1 miljoen gulden niet bekend of beschikbaar is. Een voorbeeld van deze looncomponenten is de vervangingstoelage. Overwerk van 150% en 200% is betaald voor een totaalbedrag van 5 miljoen gulden, terwijl dit volgens de LMA en de regeling voor het Korps Politie Curaçao niet mogelijk is. Toelage artikel 9 van totaal 2 miljoen gulden als een vaste toelage wordt betaald en niet tijdelijk zoals de wet voorschrijft. De maximale wettelijke periode van een jaar is ook overschreden. Bezoldigingen van minimaal 2,8 miljoen gulden geen wettelijke grondslagen hebben. Deze zijn onder andere bezoldiging van de ministers van 1,8 miljoen gulden, overbruggingstoelagen van 0,3 miljoen gulden, salarissen volgens schaal 18 van 0,7 miljoen gulden. De bezoldiging van de ministers en de overbruggingstoelagen zijn in 2021 achteraf rechtgetrokken. Maar in 2019 beschikken deze niet over een wettelijke grondslag. Wil je meer weten over deze onderzoeken? Lees dan de rapporten op www.arc.cw.